Een heel belangrijke ontwikkeling is de ontwikkeling van crowdfunding. Wij zien de afgelopen 2 jaar zien we een aantal crowdfunding platformen ontstaan die ook aan de fundingkant, de investeerderskant, hele goede zaken doen. Dat betekent wanneer je een goede propositie hebt en je kunt goed rendement bieden, dan biedt dat zeker mogelijkheden om tot het aantrekken van soms vreemd kapitaal te komen of risicokapitaal. Je moet bij Credion komen als ondernemer wanneer je een investeringsvraagstuk voor je hebt liggen, omdat wij niet alleen de aanvraag perfect begeleiden en uitwerken in een optimale kredietaanvraag voor een bank of een andere geldverstrekker, maar ook omdat wij een heel groot netwerk hebben en al die partijen ook kennen en goede inkoopafspraken mee hebben gemaakt. Dus wij weten waar jouw vraag bij welke financier dat het beste past. Ik denk voor deze ondernemer aan crowdfunding, omdat het een platform is waar we meerdere investeerders weten te vinden die mee willen doen in zijn financiering. Nou, wat wij zien is dat die ondernemer heel vaak verstand heeft van zijn eigen bedrijf, zijn eigen productieproces of dienstverlening, maar geen specialist is in cijfertjes en het aanvragen van financieren. Daarom is het juist goed om gebruik te maken van die specialist. Feitelijk beoordelen alle banken vraagstukken op basis van een rapportcijfer. Met een moeilijke term heet dat risicokwalificatie. Wat wij doen is juist alle positieve punten bij jou als ondernemer en in je onderneming eruit lichten om een zo hoog mogelijk rapportcijfer bij de bank of crowdfunder of andere geldverstrekker voor elkaar te krijgen. Merkt is dat je ook op zo'n platform, net als bij de aanvraag van een financiering bij een bank, dat je uiteraard de positie van je onderneming en de toekomstvisie van jouw bedrijf samen met je investering zo goed mogelijk moet presenteren. Dan raken investeerders juist geïnteresseerd om in jouw bedrijf te investeren. Dus is dat je ook op dat platform zorgt dat jouw risicokwalificatie een positief resultaat laat zien. Dus enerzijds, hoe ziet jouw eigen vermogen eruit? Hoe ziet jouw rendement in de toekomst eruit? Dat alles moet je heel goed presenteren op dat platform. En heel vaak zie je dat ondernemers daar juist hulp bij nodig hebben om tot die rapportage en die uitstraling te komen, zodat ze uiteindelijk snel die investeerders weten te interesseren. Je hebt feitelijk 2 soorten van crowdfunding. Het ene platform trek je aandelenkapitaal aan en het andere platform trek je een lening aan waar je soms wel of geen zekerheden van moet bieden. Afhankelijk van jouw situatie binnen je bedrijf en de investering die je wilt doen, ga je kijken welk platform het best bij jou past. Als je echt op zoek bent aan geld om een bedrijf op te starten, dan ben je eigenlijk op zoek naar risicokapitaal. Wanneer je als bestaande ondernemer op zoek bent naar kapitaal om bijvoorbeeld een machine aan te kopen of een bedrijfspand, dan ga je op zoek naar een lening. En dan ga je dus naar een platform waar ze een lening aan jou kunnen verstrekken.